Oh, ik voel me zo'n idioot. Ik moet er een hoop ijsjes zijn, maar hier ga ik er ook een hoop van maken. Hallo lieve mensen, op vele verzoek van jullie ga ik voor dit experiment een dag met maar één arm leven. Ik ga morgen dus mijn arm inbinden en maar het beste ervan maken. Ik heb zelf nog nooit mijn arm gebroken, dus dit experiment is voor alle mensen die wel eens tijdelijk of voor langere periode hun arm niet konden gebruiken. Ik hoop dat ik en de mensen die kijken zich vanaf nu een beetje in jullie kunnen inleven. Oh, Furpsie, oh. Hallo. Een uitdaging. Let's go. Goedemorgen, lieve mensen. Shh. En Max. Shh. Vandaag is de dag. En ik moet natuurlijk eigenlijk even mijn arm inpakken om mezelf te beschermen van toch per ongeluk mijn arm gebruiken. Maar ik denk dat ik eerst even ga douchen. Het is veel praten, hè, voor iemand die net wakker is. Ik ga eerst even douchen en dan ga ik dat doen. En dan beloof ik dat ik gewoon mijn arm helemaal tegen mijn lichaam aanhoud. Ik hou dat wel in de gaten, hoor. Mensen, wees niet bang. Ik ga wel kijken hoe ze gaat douchen. It's a tough job, but someone's going to do it. Hé, hey, Maxi? Misschien kan jij de hele dag filmen met één persoon ook. Dan kan ik gewoon... Bedankt voor je sprankelende persoonlijkheid in deze video. Said no one ever. We hebben eigenlijk nog niet bedacht wat er met mijn arm aan de hand is, waardoor ik hem niet kan gebruiken. Heb je een backstory nodig om in karakter te komen? Ja. Als method actor. Ja. Nou, jouw kennende heb je waarschijnlijk iets heel doms gedaan en heb je me ergens tussen gekregen, terwijl je niet oplette. Oh. Was je aan het filmen terwijl je aan het fietsen was en viel je toen en kwam je arm toen in een krokodil. Oké. Ik moet van ver komen, maar ik kan het ermee, denk ik. Ja. Je kan een wave, jij kan geen wave. Oh, allemaal dingen die je niet kan. Een wave. Doet je tijd. Oké, we zijn echt voor mijn gevoel 5 uur verder, want jeez, wat duurt alles lang. Probeer maar eens je sokken aan te trekken zonder arm, zonder hand. En of je BH, echt. Ik daag je uit om het thuis even te proberen. Ik heb nu deze jurk uitgekozen voor vandaag. Want ik denk dat dat het makkelijkst is om aan te doen. Dus, Max? Oké, arm inbindings. Super goede look ook wel. Zo fashion toch? Moet ik zeggen in mijn sportshirt. Hoe doen we? Kijk, ik moet even een dagcreme opsmeren. Oh. Die kant lukt nou wel. Oh zo. Ik dacht dat je arm ging doen. Je gebruikt jezelf als palet. I'm an artist. Is het zo dat je echt... We doen wel, je rechterarm is er niet, toch? Het is niet dat je je hand mag gebruiken waar je bij kan of zo. Nee, je hebt gewoon geen rechterhand. Nee. Alles duurt gewoon echt 15 uur langer. Lukt gewoon. Super ingevette schouder, joh. Ja, ik ga natuurlijk deze nog niet helemaal op doen, want ik ben niet gekke Henkie. Ben je niet gekke Henkie? Nee. Na alle inspanning van vanochtend is mijn lieve man een ontbijtje aan het maken. Hé, lieve man? Blik je lieve man? Wie is dan je leuke man? Wat ben jij? Een sexy man, heb je die ook ergens? Ja, die heb ik allemaal achter de hand. Een rijke man. Maar niet achter mijn rechter. Ik ben kapot. Dit was alleen maar het ontbijt. Nou. Je moet toch opeten? Je gaat echt te veel met je eigen kat om. Oké, tijd voor een make-upie. Oh mijn god, dit wordt wat. Beetje foundation. Vraag me af of dit überhaupt beter wordt dan die keer dat we het zonder spiegel deden, ons opmaken. Dat was echt belachelijk. Ook maar gewoon op het hoofd, denk ik. Weet je wat ik heb? Alsof ik soort van... Ik voel me een beetje misselijk.
alsof het gewoon nu al een signaal is van mijn hersenen die denken van wat de fuck ben je allemaal aan het doen? Dit is helemaal anders dan ik gewend ben. Daar zit ongeveer mijn wenkbrauw, toch? Schitterend. En nu gaan we met kleur werken. Ik heb een mooi paletje. Oh, ik voel me zo'n idioot. Dit is ongeveer bij mijn oog, weet je. Gaan we natuurlijk ook nog even voor smoky eye effect. Want ik ben natuurlijk niet, ga niet lullig doen. Beetje glitter erbij. Doe gewoon. Het is verder niet heftig of zo, hè? Nee. Ik noem deze look, ik heb iets te lang doorgehaald gisteren. Schitterend. En nu komt de grootste beproeving der beproevingen. Een mascara. Deze van Lush heb ik tegenwoordig. Dit is gek. Oh mijn god. Dit moet een lekkere bek zijn die ik aan het trekken ben. Ik kan natuurlijk echt niet op mijn oogschaduw nu komen. Want dan ben ik echt... Pak. Oké. Jongens, ik ben wel onder de indruk van mezelf hoor. Even blenden, Marije. Oké, ik heb dus nooit oogpotlood of eyeliner op. Maar de challenge is nu natuurlijk om wel iets te doen. Here we go. Slow is smooth, smooth is fast. God. Daar doen we gewoon een beetje make-up over. Het werkt niet. Max, wat vind je van mijn look? Ik zie niks raars, dus ik denk dat dat een soort overwinning is, toch? Wacht! Ja. Mannen gaat het niet opvallen. Misschien als vrouw denk ik, jezus, heb jij echt op je 38ste pas leren make-up of zo? Zo. Max, we hebben mijn schoenen met glitterband. Jij gaat ook gewoon echt mij blijven filmen en niet helpen. Ik heb hem, jongens. Ja? Ik heb een eenhandige strik gemaakt. Kijk nou, wat een mooie strik. Oh, dat vind ik wel impressive hoor. Oh, wat is dit dan? Nee, ik kan niet iets anders aan. Ben ik weer een half uur verder. Wat is dit? Oké, het is zondag. En wat doen mensen van onze leeftijd op zondag? Klusjes. Klusjes. We gaan naar de bouwmarkt, want we hebben wat dingetjes hier dat we willen doen. Ja, let's go. Let's go. Oh, kijk trouwens even naar Max's shirt. Bowie. Bowie. Oh, wat kijk je lekker chagrijnig. Oké. Kijk je überhaupt je gordel alvast? Dat lukt wel. Ja, maar dit kan niet, Max. Dit kan niet. Dat is een goed idee, hè, dit? Oh, ik ben normaal al onveilig aan het sturen. Laat staan met één arm. Gaan we niet doen. Max, zou er nu op de invalide parkeerplaats mogen? Dat zou vet chill zijn. Nee. Ik voel me echt zo misselijk. Ja? Ja. Waarom ben je misselijk dan? Ik weet niet. Ik ben gewoon mezelf niet of zo. Nou, we gingen dus heen met allemaal super spannende ideeën en allemaal wilde projecten. En wat hebben we gekocht? Eén testdingetje witte verf. Ja. Woehoe! 1,20 uitgegeven. Flap, flap, flap. Dat ja, dank je. Dat kan al niet eens met één arm. Oh. Jongens, die misselijkheid, hè, die loopt wel echt uit de hand. En ik had het net met Max over. En we denken dat het gewoon met je balans te maken heeft. Omdat je gebruikt je armen natuurlijk ook voor balans. En helemaal ik, want ik val soms al om als ik gewoon rechtop sta. Dus
Ik denk dat het daar vandaan komt, maar het is echt heftig. Ik heb net heel even 5 minuten zeg maar, met mijn arm uit de sjaal gelopen en niet hem gebruikt. Nee. Ik heb het volgehouden. Behalve dus dat je hem gebruikt had om jezelf recht op te houden. Dat ja. Merk je niet, maar ja. Het is wel zo. Precies, want het werd wel meteen alweer wat minder. Dus hoe ga ik deze dag doorkomen? Maar dit had ik dus ook met dat ik 1 dag met half blind ging doen, zeg maar. Mm-hmm. Dan merk je dus hoeveel je zicht gebruikt voor balans. Grappig. Vrouw voor muur. Wat gaan we doen? Ben ik nu een stokfoto? Ja, een beetje wel, ja. Ik ga boodschappies doen. Boodschappies? Ik ben kapot, man. Ja? Zo'n dag is zwaar. Ja? Vooralsnog voel ik me vooral een idioot dat ik denk dat iedereen me aankijkt omdat ik met 24 graden een sjaal om heb. Maar zo'n sjaal vind ik mensen. Broempoep. Onder de tv. Hoe gaat ie? Ik ben nog steeds weer misselijk. Ja, hè, dus zodra je iets gaat doen, dan gaat het licht zo uit. Zo irritant. Ik vraag me echt af hoe mensen dat doen die dan een week in een Mitella moeten zitten omdat ze gebroken arm hebben of zo. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Zou dat minder worden op het moment dat je dit een week doet? Ja, weet je wel, hè? We gaan tanden poetsen. En dat ben ik per ongeluk vanochtend vergeten. Dus nu voor het eerst het ongemak. Gewoon naar mijn tandenworstelsessie. Oké. Dit is raar, maar het is gewoon gewenning, denk ik. Eén onderwerp wat ik nog niet heb besproken in deze video is natuurlijk het toiletteren als je maar 1 arm hebt. En ik zal niet zeggen dat dat kut is, want dat zou echt een super slechte woordgrap zijn. Maar praktisch is het ook niet echt, moet ik zeggen. Maar ook hierbij geldt, je wordt er wel gewoon handig in als je dat denk ik gewoon heel vaak doet. Of ja, sowieso als je niet anders kan, dan word je vanzelf wel linkshandig, denk ik. Hoop ik. Mensen die dit hebben meegemaakt, vertel het me. Max, kan je me even helpen? Wil je mijn haar vast doen omhoog? Want dan kan ik mijn gezicht wassen. Ik weet het nog niet hoe het wordt. Dan moet je een soort van krot erin draaien. En me niet pijn doen. Ik vind dat er een hoop eisen zijn. Maar hier ga ik er ook een hoop van maken. Je draait nu? Alles? Auw. Ja, alles? Je draait toch alles? Ja. Verdraait zich. Ja. Wat doe ik hiermee? En dan doe je zo inderdaad. Ja. En dan haal je... Nee, deze haal je dan... Ik wil nu gewoon als een theepikker zo. En dan trek je die er doorheen. Auw. Ja. Ik maak wieltje vol. Schitterend. Zag je dat, Chloe? Hey. Ja. Ik weet niet wat dit is, maar... Schitterend, dat is het. Oké. Nou, hier hoef ik verder weinig woorden aan vuil te maken. Het was heftig. Je weet pas wat je hebt als het er niet meer is. Dus wees blij als je gewoon 2 armen hebt. Geef ook vooral antwoord op de dingen die ik mij afvraag in deze video. Please. Nieuwe suggesties voor experimenten zijn altijd welkom. Zie je volgende week. Bye.